John Paul Cotter werd geboren in 1947. En dat is eigenlijk een van de echte autoriteiten wereldwijd op het gebied van verandermanagement. Hij zit al jaren aan de Harvard Business School. Heeft tegenwoordig ook een adviesbureau wat zich bezighoudt met change management. En bijna ieder jaar schrijft hij wel een artikel voor de Harvard Business Review, wat dan ieder jaar ook prompt wordt uitgeroepen tot het beste artikel. Op een gegeven moment had ik de gelegenheid, dus een paar jaar geleden, om met John Cotter eens een keer van gedachten te wisselen. Hij is ook een keer te gast geweest bij MBA in één dag. En toen vroegen we hem, wat is nou het allerbelangrijkste? En hij zegt, ja, het is toch het gevoel voor urgentie wat mensen moeten hebben. En het punt daarbij is, zegt hij, heel vaak proberen mensen dat op een soort analyze, think, change manier te doen. Dus je geeft allerlei feiten en zegt, denk er nou eens over na, en dan hoop je dat mensen tot verandering komen. Hij zegt, als ik kijk naar succesvolle verandering, naar de case studies die ze hebben gedaan bijvoorbeeld, dan zie je dat het heel anders gaat. Het is meer see, feel, change. Het gaat veel meer om dingen zien, dingen zichtbaar maken. Het is om het gaat om het gevoel van mensen. En dan komt de verandering. En ik heb een beetje een extreem voorbeeld. Ik zei al, het is bijna illegaal. Een heel extreem voorbeeld van zo'n see, feel, change verandering. Om een klein beetje een piketpaaltje te slaan, wat heel ver misschien van onze cultuur afstaat, maar wat wel heel interessant is om te weten dat het toch ook heel succesvol kan werken. En dat is het verhaal van Samsung. In 1993 was het, toen besloot de grote baas van het Zuid-Koreaanse Samsung, Lee Kun-hee heet die man, dat het allemaal anders moest in het bedrijf. Samsung moest niet langer een toeleverancier zijn van alle spullenboel voor allerlei andere elektronica producenten, maar ze wilden zelf topkwaliteit producten gaan maken. Onder meer op het gebied van telefonie, op het gebied van televisies, gaan ze maar door. En hij heeft toen op een gegeven moment in Duitsland leiders van het bedrijf, enkele honderden managers van het bedrijf, heeft hij bij elkaar geroepen. Luxe Hotel in Frankfurt was dat. En daar heeft hij een redenvoering gehouden. U denkt, nou, die Tichelaar die kan goed kletsen. Nou, 3 dagen lang heeft die man daar staan praten. 3 dagen. De kernboodschap van die 3 dagen, verander alles. Alles moet anders. Lee Kun-hee zei van, je moet alles veranderen in je leven, behalve dan degene met wie je getrouwd bent. Het ging niet vanzelf. In 1995 nog was er een probleempje. En toen heeft hij dat aangegeven, dat probleem, om dat gevoel van urgentie nog eens aan te wakkeren. Wat was er aan de hand? Lee Kun-hee had zelf allerlei relaties van Samsung een nieuwe mobiele telefoon van Samsung gestuurd. Een nieuw product. En het bleek in het voorjaar van 1995 dat er toch allerlei productieproblemen mee waren. Dus mensen probeerden te bellen en dat ging niet goed, zou ik maar even zeggen. En wat heeft hij gedaan? Hij is toen op een gegeven moment naar de grote telefoonfabriek van Samsung in Gumi gegaan. Gumi is een industriestad gelegen centraal in Zuid-Korea. En daar werden op een gegeven moment 2000 medewerkers uit die telefoonfabriek, die werden gevraagd om bij elkaar te komen. Nou ja, gevraagd. Die moesten daar zijn. Die mensen kregen allemaal een hoofdband om. En op die hoofdband stond quality first. Eerst kwaliteit. Kwaliteit eerst. En vervolgens, terwijl ze stonden te kijken, werd er een enorme berg van producten werd er neergelegd. En dat waren in totaal zo'n 150.000 producten, nieuwe producten uit hun fabriek. Dat waren hun spullen die zij zelf hadden gemaakt. Wat gebeurde er vervolgens? Er kwamen mensen met hele grote hamers. En die gingen al die producten stuk slaan waar die mensen naar stonden te kijken. Dan denkt u, spullen stuk slaan, dat is niet leuk. Maar wat er daarna gebeurde is nog veel erger. Er kwamen mensen met toortsen en vlammenwerpers en die staken alles wat er kapot lag in de brand. Enorm vuur. En al die medewerkers stonden nog steeds eromheen. En bijna iedereen was echt gewoon tot tranen toe geroerd. Die zeiden, het kan toch niet zijn, onze nieuwe spullen. Een hele berg met onze producten in de brand gestoken. Toen kwamen er bulldozers. En die bulldozers, die joegen die hele stapel met as en troep, joegen ze plat. En pas toen nam Lee Kun-hee het woord. En hij sprak deze keer geen 3 dagen, maar hij had maar 1 zin. Hij sprak de volgende woorden uit. Als jullie zulke slechte producten blijven maken, kom ik terug en doe ik dit nog een keer. Ja, u lacht. Maar wat is het effect? Het effect is, dames en heren, dat dit verhaal wordt tot op de dag van vandaag door alle medewerkers van Samsung aan elkaar doorverteld. Dit is zo'n soort historisch keerpunt geweest. Dit is echt een soort moment geweest waarbij iedereen wist, hij meent het echt. Het is echt serieus.